Het inheemse dorp Pelelitipu in het district Sipaliwini moet meer ontwikkeling doormaken. Kapitein Moshesi Samaope is niet tevreden met de stand van zaken in het gebied. Kapitein Samaope zegt dat veel van de gemeenschappelijke gebouwen in het dorp gerenoveerd moeten worden. Twee daarvan zijn het bouwvallige schoolgebouw en de gemeenschapszaal. Ook blijkt het dorp een probleem te hebben met de lichtmotor die het dorp moet voorzien van stroom. De kapitein zegt dat het dorp nu vaker in het donker is, terwijl zij eerder 1x24 uur stroom konden genieten. De brandstof die de nederzetting kreeg van de overheid voor stroomopwekking vindt nu bijna niet meer plaats. Op eigen kracht proberen mensen in Pelelitipu aan de nodige brandstof te komen. Uno, semana wam kinso lantimang, leki lantimang. Oké, vanaf Basia, kapitein, naar medische zenden, voor broeder, ik hoor dat je broeder, naar wang, ouwe command voor vliegveld. Naar wang kinso organisaties, of CI, of ACT, naar FETS, daar op het type kinso money, voor zakken. Volledig ubay na wa battery, a battery fu masin, fu generator. No, abong ba, ma oli nodig. Het dorp dat 650 inwoners heeft, is niet voorzien van leidingwater of een waterzuiveringssysteem. Kapitein Samaope zegt dat ze voor nu regenwater gebruiken en nog in de gelukkige omstandigheden zijn dat het water in de Tapanahoni rivier gebruikt kan worden. Mau kan drinken naar een liba water weer. Al liba die si, green liba. Tapanahoni. No, schrijf, schrijf. No one prospect no de, no one quick no de, no one work man cool to man no de. No one, no one. Kapitein Samaope doet een beroep op de centrale overheid om bereidwillig te worden in het brengen van algemene ontwikkeling in Pelelitipu.